We zijn er weer met weer een nieuwe workout. Dit is alweer workout nummer 7. En ik sta hier al te trappelen om met elkaar aan de gang te gaan. We hebben het gisteren even geëindigd met zo'n pasje zoals deze. We gaan even kijken of dat lukt. Denk je, nou ja, alleen we zitten nog in de basis. Dat is prima. Dan blijf je gewoon marcheren. Maar op het moment dat het wel lukt. En het klinkt misschien een beetje gek. Wat ik zeg, maar ik moet het toch zeggen, een goede sport BH op het moment dat we qua niveau omhoog gaan, is wel gewenst. Maar ja, dat terzijde, ik moet het toch even zeggen. We gaan rustig door met deze dribbel op links en rechts. En we proberen hier weer de spanning op het elastiek te houden. We blijven mooi rechtop. Links en rechts. Lekker om warm te worden. Spanning bouwen we weer op. En omdat we nu meer ons gewicht op linker en op rechterbeen plaatsen, komt er hier weer druk op te staan. Dus steeds die spanning op links, op die bovenbenen. En de conditie wordt alleen maar beter. En daar doen we het voor. Rustig ademen. De hele tijd. Denk aan het koortje. Blijf mooi rechtop. Laat je schouders hangen. Zo gaan we lekker door. Dat wordt al warm hoor. Nog 15 seconden. Dan gaan we rustig marcheren. En pakken we deze pas weer op. We gaan oefenen. We maken ons alvast klaar voor het volgende niveau. Oké. Marcheer. Hey. En we kunnen de druk opvoeren, hè? Door wijder te gaan staan, door meer spanning, niet te wijd natuurlijk, dit is zo maximaal genoeg. Prima, knieën op, armen mee, lekker actief. En dat actieve, dat blijf je de hele dag bij je dragen. Het enthousiasme, de positiviteit, even van alles van je af, dit is jouw moment. En gun jezelf dat moment ook, hè? Altijd goed, stimuleer anderen om het ook te doen. Want zo moeilijk is het niet tegenwoordig. Je hebt de hip and thigh aangeschaft. Daar krijg je die hele reeks trainingen gewoon bij. Dus waarom zou je het niet doen? Geen moment om het niet te doen. Altijd wel een moment op de dag. Daar gaan we weer. Precies. Druk op de been. Hartslag omhoog. Vraag meer van je lichaam. Rustig bewouwen van links naar rechts. Je mag je heupen erin gooien. Hoe verder we gaan in het niveau, hoe meer sprongen we krijgen. Hè? Maar dat komt later nog. Als we dit onder de knie hebben, dan kunnen we weer een stapje verder. Kun jij tegen jezelf zeggen, het niveau wordt weer groter, wordt weer hoger. De lat weer een stukje hoger. Meer resultaat en fitter. 10 seconden nog, gaan we weer marcheren. 5, 4, 3, 2, 1, marcheer. Heel goed, meteen een goede warming-up. Ja, we gaan nu squatten en dat doen we nu weer. Een keer met de handen achter het hoofd. Waardoor we mooier rechter op blijven. Waardoor het zelfs ietsje zwaarder wordt. Omdat we ons lichaam echt stil moeten houden. 5 seconden nog. We kunnen blijven staan. Handen achter ons hoofd. Knieën gaan naar buiten. En we komen omhoog. We gaan een halve minuut squatten. Dan een halve minuut uitstappen. Dan een halve minuut joggen. Dan een halve minuut squatten. En weer uitstappen. Dat is wat we vandaag gaan doen. Het niveau wordt steeds hoger. Heel fijn. Goed dat je er nog bij bent. 5 seconden. En we gaan uitstappen. We beginnen met links. Inademen. Uitblazen.
heupbreedte neerzetten. Schuin naar voren. Duw met je hiel terug. Blijf mooi rechtop. Heel goed. We gaan lekker. We duwen terug. En weer bounce. Links, rechts. We gaan het nog een keer doen. En ik zal voor deze sessie mijn kwartslag draaien. Zodat je nogmaals goed van de zijkant ook kunt zien wat we aan het doen zijn. En ja, extra voorbeeld. 10 seconden nog. 3, 2, 1. We stappen opzij. Daar gaat hij. Billen naar achter. Adem in. Blaas uit. Adem in. Blaas uit. We zijn mooi rechtop. We tikken die stoel aan achter ons. En we duwen onszelf naar voren toe. En omhoog. Lift op. 10 seconden nog. Dan gaan we weer schuin voor ons stappen. En ook dit zal ik via de zijkant laten zien. Zodat je ziet de hoek van mijn knie. De hoek van mijn enkel. We stappen en we duwen. We stappen en we duwen. Schuin naar voren. Inademen en wegduwen. Inademen, uitblazen. Inademen, uitblazen. Heel goed. 3 en 2 en 1. Heel goed. En we gaan weer. Lekker bewegen op de plaats. Perfect, hè? Zo. Heel goed. Oké. Nu gaan we wat proberen. Dit hebben we in de gaten. Dit snappen we. Ja? We gaan de heup een beetje indraaien. Als dit gaat, zijn we weer een stapje verder. We doen het voorzichtig. Goed voor de conditie. Ietsje spanning op de hip en thigh, hoef niet heel breed te zetten. Als je maar even die draaibeweging in je heupen maakt. Heel goed. Heel goed. 2, 1 en weer joggen. Terug naar hoe het begon. 1 op 1. Straks zijn de dijen weer aan de beurt. De dijen, waar het meeste zit. Waar het meeste kan zitten, waar het gaat nestelen. Hè? 4, 3, 2 en sta. Duw. 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 Die. Heel goed. Blaas terug. Blaas terug. Heel goed. Allebei je knieën licht gebogen. Niet te veel inhangen. Gewoon duwen. En naar de andere kant. Hop. Heel goed, hè? En door. En duw. En duw. En terug. Mooi gecontroleerd. Niet trappen. Spieren het werk laten doen. Klein beetje optillen. Geen grote bewegingen. Echt niet doen. Om en om. Zo is het begonnen met hip en thigh. Leuk om te weten. Duwen, duwen. We zochten iets om die dijen aan te op te zwepen. Om het te gaan branden. Om het te shapen. Om een lijn erin te krijgen. We zochten een elastiek. We doen het twee keer. 1, 2, 1, 2. Die voel je, die voel je. Heel goed. En door.
en branden maar. Maakt niet uit. Doet zeer. Geeft niks. We gaan door. We moeten door. Yes. En duw opzij. Korte bewegingen. Niet groot maken. Niet moeilijker maken dan het is. Dit is zwaar genoeg, maar nu ben je gecontroleerd bezig. Je bent je lichaam goed aan het gebruiken. We gaan terug in die squat. Sumo squat. Knieën naar buiten. Goed zo. En laag. Voor die binnenkant. Laag. Laag. Zie je? Er zijn heel veel basisprincipes die steeds weer terugkomen in de trainingen. Alleen het niveau, het hartslag, de hartslag, die gaat omhoog. Die gaat omhoog. Beter. En als je straks verder bent en je zou weer eens les 1 doen, waar je toen zoveel moeite mee had, dat je dacht, jeetje, wat ben ik ver vooruit gegaan. En daar doen we het voor. Als je dit al doet, is het al goed, hè? Vergis je niet in je niveau wat je al bereikt hebt. We gaan weer uitstappen. We gaan uitstappen naar voren. Gaat ie. 1, en 2, 3, 4. We doen er straks een squat tussen. Dus dan buigen we en we stappen. Inademen, blaas. Inademen, blaas. Inademen, blaas. 5 seconden nog. En we stoppen niet, hè. Er komt een squat tussendoor. Ha, daar. En duw. 2. En squat. Stap. Stap. Squat. Stap. Stap. En squat. Stap. Stap. En squat. Stap. Stap. En squat. Blijf hier. 1. En 2. En 3. En 4. Laag. Duw. Laag. Duw. Laag. Duw. Laag. Duw. We doen het nog een keer, oké? We zijn nu toch bezig. We kunnen het beter goed doen, ja toch? Hoppakee. 5 seconden nog. Doen we weer een uitvalpas tussendoor. Dan gaat hij. Squat, rechts, 1, terug, squat, en stap, terug, squat, stap, en squat, terug, stap, en squat, en duw, en squat, en laag, en duw, op, laag, duw. Laag, blijf hier maar. Je stapt al, hè? Heel goed, dat betekent dat je er zin in hebt. Heel goed. Laag. Oeh. Lekker. We beginnen weer te zweten. Prima. Zweten is goed. Zweten is lekker. Nog 10 seconden. Neem je armen mee. Neem je armen mee. Prima. Weer in deze hubbelpas. En met die spanning op de elastiek, op de hip en thigh. De spanning op de dijen. Zonder het elastiek werkt het toch een stuk minder. We gaan hem in tweeën doen, let op. Komt er nog meer druk op de enkel been. Neem je armen mee. Niet erin hangen, hè. We blijven hier in het midden. Daar, daar, daar. Zet af, hoor. Hou de spanning daar. 2, 3. Drie, twee, om en om. Gaat weer. Vijftien minuten per dag. Iedereen zou het moeten doen. Hop. 2.
Heel goed, heel goed. En door, en door. En door, en door, en door. Laag. 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 Klein hupje. Als het niet lukt, doe je gewoon een squat. Als het wel lukt, moet je toch dat hupje maken. Dus moet je nog net even iets meer kracht zetten om dat te kunnen doen. Heel goed. We zijn er alweer bijna. Dit is weer even het laatste. Zet je. Heel goed. Perfect. En we blijven hier. Laatste, laatste. Come on. Come on. En we zijn nu al zo lang bezig met elkaar. We gaan het tempo ietsje opvoeren nog. Come on. 20 seconden nog. Lekker tempo maken. Come on. Ademen. Laat de zweetdruppels maar op je kleedje vallen. Dat komt goed. Pa, pa, pa. 5, 4, 3, 2, 1. En weer marcheren. Ik vind het toch heel goed wat we even doen met elkaar. Hè? Vind je het niet? Ha, heel goed. Top, top, top. Geweldig. Nou, morgen weer denk ik, hè? Ja, ik weet wel zeker. Ik heb er weer zin in. En ik vind weer dat je het goed gedaan hebt. Ik ook. Lekker. Heel goed. We blijven nog even staan. We draaien nog even. Ik draai wel terug. Komen weer langzaam naar beneden. Als je hartslag nog te hoog is, dan wacht je gewoon nog even. Zet hem even op pauze. Lukt het wel, dan gaan we naar beneden. Hangen we weer even lekker uit. Even lekker los. Je kan je schouders een beetje laten draaien. Dat allemaal. Weet je, morgen gebruiken we ons bovenlichaam weer. Even wat meer. Hip and thigh mag weer af. Leggen we voor ons neer. Buig je knieën. Blijf even laag. Kom rustig omhoog. Pak je bovenbeen vast. Du-du-du-du. Standbeen licht gebogen. Knieën bij elkaar. Rustig loslaten. Andere kant. Knieën naast elkaar. De rek in je bovenbeen. Prima. Eén voet voor, één voet achter. Stretch achter. Maak je lang. Mag allemaal. Andere kant. Andere been. Gestrekt achter. Hiel in de grond duwen. Mooi één rechte lijn. Maak je lang. Heel goed gedaan vandaag. Veel springen erbij. Dat zien we straks veel terug. Dus dat betekent dat je conditie heel goed vooruit gaat. Je mag trots zijn op jezelf. En morgen doen we het gewoon weer. I can see my daddy.